Dit is de Pax, oorspronkelijk een bevoorradingsschip van de marine. Nu is het de trots van de Arnhemse zeekadetten. Hierachter zijn ze allemaal bezig met de douches die moeten geïnstalleerd worden. De muren en de vloer hebben we van de week gestort. 2 jaar geleden is het schip net opgeknapt als hij onder water komt te staan en bijna zinkt. Notabene 1 dag voordat ze op kamp zouden gaan. Toen het vol water is gelopen is het ongeveer tot hier vol water gekomen. Ja, er was een afsluiter. Die zat niet goed dicht. En dus kwam het water via de wc's naar binnen. Zo ziet het eruit. Alles moet worden gestript. 2 jaar lang is het alle hens aan dek. Maar of ze over 2 weken op kamp kunnen? Als het sanitaire nou niet op tijd inkomt, ga je dan niet op kamp? Nou, dan gaan we niet op kamp. Dan is het wel moeilijk om dan even overboord te gaan zeiken of scheiden of zo. Want ja, golfslag en zo en er komt water over. Ja, dat is niet zo fijn. Alle handige handjes die dit weekend kunnen helpen zijn welkom. Ja, het is gewoon wel ons korpsschip en we vinden het gewoon een fijn schip. Gewoon hopen dat het gewoon snel klaar is.